In deze lessenreeks is het de bedoeling dat we het kerstverhaal gaan lezen en dat we gaan stilstaan bij de betekenis daarvan, maar ook de achterliggende psychologie die daar in dat verhaal meespeelt. En ik zou ook heel graag dit verhaal willen gebruiken om iets te kunnen zeggen over de filosofie van Immanuel Levinas en uiteraard meer bepaald over dat beroemde idee van het gelaat van de ander dat u oproept tot een oneindige verantwoordelijkheid. Nu, in de eerste video gaan we het kerstverhaal lezen en ik probeer het een beetje te situeren. Belangrijk is dat u weet dat het kerstverhaal zich afspeelt tegen de achtergrond van de messiaanse verwachting. Dat betekent dat in de Bijbel er heel regelmatig gesproken wordt over de komst van de Messias. En dat is ook een heel belangrijk thema in het Jodendom. En de christenen gaan Jezus en de Messias aan elkaar gelijkstellen. Dus met de komst van Jezus is ook de Messias gekomen. En ja, en dat is natuurlijk een onveranderlijk en, laat ons zeggen, definitief antwoord van God ten opzichte van de mens. Nu, het zou heel fijn zijn, zegt Ronald Sletzes, priester in Hoboken en vroeger mijn inspecteur godsdienst, het zou heel fijn zijn moest er een wereld bestaan waar alles perfect in zou verlopen. En als het dan wat minder is, dan zou er een God plotseling kunnen optreden, die dan de zaken terug rechtzet, zodanig dat het leven kan verder gaan. Maar die God die bestaat niet, zegt Ronald Sletzes. En op de vraag van help ons, zorg ervoor dat we in staat zijn om verder te leven, steun ons, dat is de vraag die de mensen naar God stellen, krijgen zij volgens het kerstverhaal een heel abrupt antwoord. Namelijk, er wordt in de woorden van Ronald Sletzes een kind in hun schoot gesmeten en hier zorg ervoor. Met andere woorden, het antwoord op de vraag van de mens naar God steun ons is eigenlijk een antwoord waarbij dat de mens de opdracht krijgt om te zorgen voor dat kind. Dat hulpeloze kind dat geboren wordt helemaal verlaten in die stal ergens in Bethlehem in de kou met twee mensen die eigenlijk letterlijk ontheemd zijn. En dat is dan het antwoord dat God geeft op de vraag van de mens van oké, goed, God, wees er voor ons. En we zullen dat antwoord op een of andere manier proberen te ontleden, ook vanuit Levinas. Maar het is duidelijk, en dat is een heel belangrijk gegeven, denk ik, dat als het gaat bijvoorbeeld over het lijden waar mensen mee geconfronteerd worden, dan gaat het over mensen die vluchteling zijn, of mensen die ziek worden, of gewoon uw persoonlijke tegenslag, er is geen antwoord op de vraag van het lijden. Dus alle godsdiensten, filosofieën, levensbeschouwingen die pretenderen een antwoord te kunnen geven op de vraag van het lijden, ja, die gaan meestal schromelijk de mist in, omwille van het feit dat er gewoon geen antwoord te geven is op de vraag van het lijden. Het lijden is iets dat bestaat en waar de mens mee in het reinen moet komen. En dat is gewoon eigenlijk per definitie onmogelijk. Je kan heel moeilijk in het reinen komen met sommige vormen van verschrikkelijk lijden. Denk aan ziektes die mensen meemaken, banale ongevallen waar ze het leven mee laten, enzovoort, enzovoort. Het lijden is een probleem. En vanuit het Grieks kennen we het woord probleem als problema, iets dat voor je voeten wordt gegooid. En het is natuurlijk absurd als je over de straat wandelt en er wordt bij wijze van spreken plotseling een rotsblok voor je voeten gesmeten op het trottoir. Ja, dan is het natuurlijk zeer dwaas om te denken, ja, die rotsblok is er niet, ik wandel gewoon door. Dat is onmogelijk, die rotsblok is er. Dat is de kiezelsteen die in je schoen zit en je kan daar niks als antwoord op geven. En het Bijbelse antwoord, als ik het dan zo mag zeggen, dat lost het probleem niet op, is een kind dat in uw schoot geworpen wordt met de vraag, zorg ervoor. En hopelijk in de lessenreeks rond Levinas wordt duidelijk wat dat op een of andere manier kan betekenen in die vraag van het lijden, die altijd een vraag moet blijven. Altijd iets zal moeten blijven dat op uw weg ligt, dat problematisch is, dat u stoort, waar je aanstoot aan neemt. Vanaf het moment dat je daar geen aanstoot meer aan neemt, dan onderschat je, minimaliseer je het probleem van het lijden op een zodanige manier dat het ethisch bijna onverantwoord wordt of gewoonweg onverantwoord is. Dus dat is een eerste gedachte die ik naar voren wil schuiven. En de Bijbel is daar nogal vrij hard in. Want een van de dingen dat je niet mag vergeten is dat het verhaal, het kerstverhaal, het mooie kerstverhaal, dat uiteraard ook hartverwarmend klinkt als je het gaat lezen,
dat speelt zich af in een breder verhaal waar keizer Herodes op een bepaald moment beslist om alle eerstgeborenen te vermoorden. Dus met andere woorden, uit zogezegd schrik voor de Messias, schrik voor de Jezus die geboren wordt, zal keizer Herodes het bevel geven om alle eerstgeborenen te vermoorden. Het gaat dus met andere woorden eerst en vooral een kindermoord zijn die het verhaal vooraf gaat. Dus als we in de, laten we zeggen, met kerstavond het mooie verhaal lezen van Jezus in de stal enzovoort verder, mag je niet vergeten dat er een zeer wrange, een wrang verhaal aan vasthangt van een kindermoord. Hè. En er zijn verschillende voorbeelden in de geschiedenis, uiteraard ook in de actualiteit, spijtig genoeg, waarbij kinderen het leven laten in terroristische aanslagen, maar ook bij natuurrampen enzovoort. En de Bijbel introduceert dat verhaal vooral om te laten voelen dat met dat kerstverhaal het probleem niet opgelost is. Integendeel zelfs, het probleem blijft bestaan. En het aanstoot nemen aan het lijden is absoluut noodzakelijk. Dat is iets dat moet blijven bestaan, want anders ga je de mist in en ga je zeer levensontkennend in het leven staan. De realiteit is er en die zal je moeten meenemen, hè? Hoe dat je dat ook draait of keert. Nu, ik stel voor dat we eerst het verhaal lezen. Ik heb op mijn website een aantal bronnen geplaatst. U kan uiteraard een link volgen naar de website van de Bijbel online, waar u het verhaal kan lezen. Maar ik heb ook een bijhorende cursustekst die ik in het zesde jaar gebruik en waar we hier een iets uitgebreidere versie in de videolessen gaan geven. Ik heb ook een pdf van de PowerPoint gebruikt. Ik heb ook een rechtstreekse link gelegd met het interview op YouTube met Emmanuel Levinas in zijn geheel. En hetgeen ik ga vertellen in de volgende video zal ongeveer vanaf de 11e minuut in het interview naar voren schuiven. Dus ik kan al die bronnen raadplegen en schema's die ik ook op mijn website heb geplaatst, zodat de videolessen iets bruikbaarder gaan worden. Dus ik lees met u samen het kerstverhaal volgens de evangelist Lucas. Je kan dat vinden in het tweede hoofdstuk van het evangelie van Lucas. In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Ook Jozef ging naar Bethlehem om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger bleek te zijn. Terwijl Maria en Jozef in Bethlehem daar verbleven, brak het uur aan waarop Maria moeder zou worden. Zij bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in hun open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door een fel licht. Maar de engel sprak tot hen: vrees niet, want heden is uw redder geboren, Christus de Heer. De herders zeiden tot elkaar: laten we naar Bethlehem gaan. Ze haasten zich erheen en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind dat in de kribbe lag. Nu, de tekst op zich is wel interessant, omdat ik er juist gezegd heb, het antwoord dat de Bijbel geeft op de vraag naar het lijden en de ongemakkelijkheden in het leven, is een kind en hier zorg ervoor. En de tekst zegt op een bepaald moment dat Maria een zoon ter wereld brengt. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe. En je zal zien, als je de Bijbel leest en het evangelie leest, dat er een soort van kringverhaal ontstaat. Want Maria legt de pasgeboren Jezus in doeken, wikkelt die in doeken, legt die neer in een kribbe. En het zal ook zijn dat mensen na de kruisiging van Jezus, zal Jozef van Arimathea, onder andere Jezus van het kruis laten halen, hem in doeken laten wikkelen en in het graf leggen. Er is dus met andere woorden een soort van circulair verhaal dat continu opnieuw vertelt over dat in doeken wikkelen, omgorten, eigenlijk ja, omhelzen van Jezus als kind, maar ook als gebroken mens op het einde van zijn leven. En er is dus met andere woorden toch wel een soort van gedachte van God die de mens omarmt, die daarin meespeelt. Keihard wordt er ook gezegd, omdat er geen plaats voor hen was in de herberg. En als je dat goed bekijkt, dan betekent dat dat er dus een zwangere vrouw en een man die haveloos rondwandelen in de kou, worden buitengezet uit de herberg. Er is geen plaats voor hen. Versta, er is geen plaats voor hen in de samenleving.
En hoe moeilijk dat het ook is voor mensen om dat te aanvaarden, maar je leeft nu eenmaal in een samenleving waar mensen worden buitengezet. En het merkwaardige daarvan is dat mensen daar in zekere zin oké mee zijn. Ik bedoel, daar, en je moet een beetje loskijken van goed en kwaad. Je bent geen onmens, bij wijze van spreken. Maar je leeft wel in een samenleving waar er voor mensen geen plaats is in de herberg. Het gaat dan niet alleen, maar uiteraard ook over vluchtelingen die aan de deur kloppen. Mensen die echt letterlijk niks meer hebben. Gezinnen die op straat moeten slapen enzovoort enzovoort. Maar het buiten de samenleving plaatsen gaat natuurlijk ook over mensen bijvoorbeeld die arm zijn. Mensen die met een heel klein pensioentje moeten rondkomen. Mensen die ziek zijn, die niet meer mee kunnen in de samenleving. En dat is natuurlijk een thema dat helemaal niet meer zich beperkt tot het mooie, hartverwarmende kerstverhaal. Maar is een zeer belangrijke sociologische discussie. Dus wat is een samenleving? Dat is een heel belangrijke vraag. En hoe kan je jezelf daar buiten plaatsen? Of hoe word je daar buiten geplaatst? En wat zijn de mechanismen die aan de basis liggen van het feit dat er geen plaats voor jou is in de herberg? En dat kan zeer subtiel zijn. Dus bijvoorbeeld mensen die computeranalfabeet zijn, die niet meer mee kunnen met dat verhaal van die computertechnologie, die eigenlijk buiten de samenleving geplaatst worden, omdat ze dan ja, gewoon niet meer mee zijn in die technologie. Dus het gebeurt heel snel. Heel snel worden mensen buiten gezet. Ze zijn te oud voor op de arbeidsmarkt te werken. Ze hebben niet het juiste diploma. Ze hebben niet de juiste taalkennis enzovoort enzovoort. Dus het is bij wijze van spreken, het is niet alleen bij wijze van spreken, het is een continue opdracht als samenleving om te bewaken van op welke manier, wat zijn de mechanismen die uitsluiting in de hand werken. En dus het kerstverhaal zegt eigenlijk al van in het begin, let op, want heel snel worden mensen buiten de samenleving geplaatst, waar dat je op het eerste gezicht van zou zeggen, dit zou toch niet mogen. Hè? Mensen die ziek zijn, die door het feit dat ze ziek zijn hun job verliezen, in de armoede terechtkomen enzovoort enzovoort. Dat zijn mensen die, waar er geen plaats meer voor is in de herberg. Hè? En dan is de vraag van, ja, hoe, dat is een probleem dat zich blijft stellen, en dat je, waar je aandacht voor moet blijven hebben, en dat kerstverhaal gaat dat niet oplossen. Hè. Er wordt nergens in het verhaal gezegd, en ja, en toch bedenkt de herbergier zich en laat toch wel ergens een plaats open voor hen. Nee, er is geen plaats in de herberg. Dat is het botte feit dat naar voren geschoven wordt. Hè. Maar de engel sprak tot hen, vrees niet, want heden is een redder geboren. Dat is ook een heel belangrijk thema in de Bijbel. En Jezus zal in zijn volwassen leven ook op bepaalde momenten echt zeggen, vrees niet. Dus er is, ondanks die buitenwereld die soms keihard kan binnenkomen bij mensen en problemen die worden als brotsblokken naar voren geschoven worden, zegt de volwassen Jezus, vrees niet. Je ziet dat bijvoorbeeld in het verhaal van het stille van de storm. Er is een storm bezig, het schip is op alle mogelijke manieren aan het dansen op het water en dreigt te vergaan. En dan zegt Jezus, vrees niet. En dat is een fundamentele houding die mensen kunnen aannemen in het leven. En de vraag is, sta je in het leven als een angstig mens of ben je iemand die toch een fundamenteel vertrouwen in het leven blijft behouden? Een problematiek die ook onder andere in de filosofie van Nietzsche zeer belangrijk zal zijn. Zal je ondanks al de ongemakkelijkheden in het leven toch in staat blijven om van dat leven te blijven houden, ondanks dat er geen plaats is voor mensen in de herberg, ondanks dat er een kindermoord is, enzovoort, enzoverder. Dat is geen, laat ons zeggen, zeemzoeterig houden van het leven, dat eigenlijk levensontkennend is. Ook Nietzsche zal erop wijzen dat het leven keihard uit de hoek kan komen. En dan is het een opdracht om toch in een soort van amor fati in het leven te kunnen blijven staan. Dus de herders zeiden tot elkaar, laten we naar Bethlehem gaan. Ze haasten zich erheen en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind dat in de kribbe lag. Die laatste zin is ook wel heel belangrijk, want de tekst zegt dat de herders gedurende de nacht hun kudde bewaken. Met andere woorden, 's nachts bewaken zij alles wat ze hebben. Dus alles wat ze hebben, bewaken zij. En dan toch gebeurt er iets waardoor dat ze alles achterlaten en een compleet ander pad kiezen richting het onbekende. Want dat is een van de dingen die ook heel vaak ondergesneeuwd wordt in het kerstverhaal.
heel veel mensen die daar in de rand meespelen, de herders, maar ook de wijzen, dat zijn mensen die hun leven, die radicaal breken met hun leven en die eigenlijk gewoonweg kiezen voor het volledig onbekende. Zij weten niet wat ze gaan aantreffen daar in Bethlehem. Ze hebben daar totaal geen idee van. En wie weet, wat waren hun verwachtingen? Hè? Misschien verwachten zij een zodanig ingrijpen in de realiteit dat er zich plotseling een machtige heerser naar voren schuift die alle problemen gaat oplossen. Hè? Maar wat vinden zij in die kribbe? Vinden zij een pasgeboren kind, dat ligt de bibberen van de kuil bij wijze van spreken, met de opdracht van zorg hier nu voor. En dat is de psychologie die daarachter zit, van hoe ga je die dingen allemaal met elkaar rijmen. Nu, wil ik graag in deze video nog stilstaan bij een heel belangrijk thema, een belangrijke manier van kijken naar de evangeliën. En heel vaak wordt dat gezegd dat het evangelie van achter naar voor is geschreven. Dat betekent dus met andere woorden dat de belangrijkste verhalen de verrijzenisverhalen zijn. En om te begrijpen wat ik hiermee wil zeggen, vertel ik aan mijn leerlingen heel vaak dat je moet kijken naar mensen die legendarisch zijn. En ik geef als voorbeeld Bruce Lee uit de gevechtsport. Elke jongen of meisje die vandaag nog met gevechtsport begint, kent Bruce Lee nog, ondanks het feit dat hij overleden is in 1973. Wat dus al wel enkele jaren geleden is. En er is een soort van legendarisch karakter ontstaan. Nu, dat legendarisch karakter ontstaat ook heel vaak vanuit mensen die overlijden op jonge leeftijd. En die dan, ja, waar een air van mystery rond dat overlijden is. En Jezus sterft eigenlijk op een vrij jonge leeftijd aan het kruis. Hij wordt aan het kruis genageld. En dan is de vraag van, stel je probeert u in te beelden, je staat als omstaanders aan dat kruis. Er wordt iemand gekruisigd. En je stelt gewoon de vraag van, wie is dat? Waarom? Wat heeft die man misdaan om dat door te maken? Versta, wat heeft die jonge Bruce Lee als atleet meegemaakt om uiteindelijk zo jong te sterven? En dan ontstaan er allerlei verhalen. En dikwijls worden die verhalen ook in het leven gehouden. Hè? Bij Bruce Lee was dat, ja, hij is overtraind geraakt. Of hij heeft zelfs een echt gevecht verloren, waardoor hij levensgevaarlijk gewond is geraakt, enzovoort enzovoort. En er ontstaan dus allerlei verhalen die aangedikt worden, maar die ook altijd verder en verder teruggaan naar het begin van het leven. Dus bijvoorbeeld bij Jezus is de vraag gesteld van, kijk, oké, wie is die gekruisigde man? Ah ja, dat is die wijsheidsleraar die rondging met zijn leerlingen. Maar welke wijsheid heeft hij dan verkondigd opdat hij dan argwaan heeft gewekt of zelfs ergernis heeft gewekt die kan leiden tot? Hè? En ja, hoe komt die man aan zijn wijsheid? En hoe is zijn jeugd geweest? En hoe is daarvoor die jeugd, ja, waar is hij geboren, hè? Wie waren zijn ouders? En zo ontstaat er een soort van legendarisch verhaal. En hoe verder dat je teruggaat in de tijd, in dat leven van die figuur, hoe minder dat er bij wijze van spreken historische feiten zijn. Hè? Dus je start vanuit de kruisdood, die een historisch feit zou kunnen geweest zijn, en naar alle waarschijnlijkheid was. Hè? Jezus is effectief gekruisigd. En dan is de vraag van, hetgeen ervoor komt, dat ligt nog historisch vrij. Hè? Bij wijze van spreken, hij was een wijsheidsleraar. Maar als je dan teruggaat naar de jeugd, zijn dat verhalen die gemaakt worden op bestaande structuren. Hè? En als je dan gaat kijken naar dat kerstverhaal, dan is dat een verhaal dat historisch gezien, naar alle waarschijnlijkheid, veel minder om het lijf heeft. Hè? Dus is Jezus in een stal geboren? Uiteraard, er waren geen stallen. Naar alle waarschijnlijkheid is hij dan in een grot kunnen geboren worden, maar het kan evengoed thuis geweest zijn. Is het in Bethlehem geweest? Waarschijnlijk kan het in Nazareth geweest zijn, Jezus van Nazareth. Maar het verhaal is zodanig opgebouwd dat het een inspiratie kan zijn voor mensen hier en nu. En dat is de kracht van zulke verhalen. Er zijn evangeliën die geen kindheidsevangelie bevatten, zoals Johannes die onmiddellijk begint met een bijna filosofisch betoog over het woord, dat vlees geworden is, enzovoort, enzovoort. Maar de verhalen, zoals bij Lucas, hebben als bedoeling om de lezer warm te maken, als een soort van uitgangsbord, dat kan inspireren om verder te gaan met die figuur. Dus de mensen hier en nu moeten nog altijd diegenen zijn die het verhaal van Jezus levendig houden, die de boodschap die erachter zit
meedragen, uitdragen, werkelijkheid doen worden. En dat is alleen maar mogelijk als er een soort van fuel is die die boodschap ondersteunt. Hè? Dus die eigenlijk ervoor zorgt dat dat inspirerend werkt. En dat zijn verhalen, zoals bijvoorbeeld de verhalen rond Bruce Lee, maar ook evengoed rond mensen die in de voetbalwereld belangrijk zijn geweest, of in de muziekwereld. Denk bijvoorbeeld aan de basketwereld, hè. Michael Jordan, in de jaren 90 een superster in de basket, die nog altijd heel belangrijk is voor jonge basketters hier en nu vandaag, die nog altijd met t-shirtjes rondlopen van Jordan, omdat ze zich inspireren aan het levensverhaal. En of dat dan nu echt historisch allemaal correct is, is eigenlijk misschien van secundair belang. Wat veel belangrijker is, is dat het verhaal inspirerend werkt, dat het een boodschap bevat, die eigenlijk ook van toepassing is op de figuur in het latere leven. Daarom heb ik ook verwezen naar aspecten in het kerstverhaal die eigenlijk ook terugkomen in het latere leven van Jezus. Dus het is niet specifiek een liegen dat er dan gebeurt als op het moment dat je het niet historisch maakt, maar het is een mechanisme dat ervoor zorgt dat een verhaal inspirerend kan blijven werken. Wat we nu gaan doen in de volgende video is dat we gaan kijken of dat kerstverhaal niet op een of andere manier kan gebruikt worden als uitvalsbasis om iets te zeggen over de filosofie van Immanuel Levinas, waarbij ik absoluut niet wil zeggen dat Levinas als filosoof dit verhaal als basis van zijn filosofie heeft gebruikt. Dat is absoluut niet het geval. Maar het interessante is wel dat het verhaal een aanleiding kan zijn om over het gelaat van de ander te denken. Want de herders die uiteindelijk toekomen aan de stal, zien daar een kind liggen met een hulpeloosheid. En het is die hulpeloosheid die een appel zal zijn voor hen om het beste van zichzelf als mens naar voren te schuiven. Met andere woorden, uit het gelaat van dat kind komt een appel. En ingaan op dat appel is voor de mensen die de stal bezoeken de voorwaarde bij uitstek om zich menselijk te maken, om menselijkheid naar voren te schuiven. Het feit dat je aandacht hebt voor het idee dat er mensen zijn waar er geen plaats is voor in de herberg, dat idee, dat creëert een bepaalde menselijkheid. Er gaat een appel uit van die mensen om hen te laten bestaan, om hen te helpen, om er voor hen te zijn. En dat appel is cruciaal als het gaat over het ontwikkelen van een ethiek, het ontwikkelen van een menselijkheid, aldus Levinas.